Met Tank Inspector kan je dus ja, verschillende zaken doen. Het meest belangrijke is voor elke tank dat je kan controleren waar de zwakke plekken zitten. Dus als je met de muis over de tank gaat, kan je zien dat hier in het rechtergedeelte die waarden veranderen. Dat zijn de penetratiewaarden van de tank. Dus als je kijkt hier van voor, staat de penetratiewaarde op 100, op de koepel 90, achteraan de zwakste plek 60, 30 bovenaan. Om dat nog duidelijker te zien, kan je gebruik maken van de kleurvlakken. Hier linksonder klik je op dat symbooltje en dan krijg je de kleurvlakken. Groen is dus makkelijk penetreerbaar, rood is moeilijk penetreerbaar en blauw is de spaced armor. Dat is bepantsering, dubbele bepantsering of driedubbele of vierdubbele bepantsering, waar ruimte zit tussen de bepantseringsplaten. Dat kan je dus zien hier in de rechterkolom. Dat is de spaced armor thickness. En hier is de regular armor thickness. Zo kan je voor elke tank makkelijk kijken wat de zwakke plekken zijn. Wat je ook kan doen met dit programma is de specificaties van de tank bekijken. Dan ga je hier links of rechts op de pijl klikken en dan krijg je de specificaties. Elk vak kan je apart gaan belichten. Ja, zo zie je de firepower, de vuurkracht van de tank, de beweeglijkheid van de tank, mobility, survivability, dus de dikte en de penetratiewaarden van de armor, van de bepantsering. Scoutability is de view range, de kijkafstand en zo van de tank. Welke tiers dat je kan uitkomen met die tank en de matchmaking. Hoeveel dat de tank kost. En dan nog een paar afzonderlijke gegevens. Dat is het gewicht. De gewichten allemaal apart van de tank, van het kanon, van de koepel, de motor, het chassis, de radio enzovoort. De symbooltjes die hier rechts bij staan, rood pijltje naar beneden, groen omhoog, is gelijk aan in het geel en blauw. Dat heeft allemaal te maken met het vergelijken van twee tanks. Dus we staan hier nu op de IS-tank en we willen die vergelijken met een andere tank. Dan ga je hier rechtsonder reference, klik je op dat oogje en kan je die gaan kiezen. Hij gaat een lijst geven met vergelijkbare tanks. En ik wil deze nu vergelijken met de Amerikaanse Tier 7 Heavy T29. Voilà, die staat hier klaar. Als we nu naar de IS, naar die uitgebreide statistiekgegevens gaan, dan slaan deze symbooltjes op het vergelijk met de tank die je gekozen hebt, hier rechtsonder. Dus in vergelijking met de T29 heeft de IS 23 minder penetratiewaarde dan de T29. De damagewaarde, de alpha damage, ligt 70 hoger dan de T29. De damage per minuut waarde ligt 227,6 hoger dan de T29 en zo verder. Zo kan je makkelijk twee tanks met elkaar gaan vergelijken en weten wat de betere tank van de twee is.
Onderaan, bij mij staat dat nu zo ingesteld dat hem altijd de beste upgrade stukken op de tank gaat plaatsen, maar je kan deze aanpassen. Dus je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om maar het 85 mm kanon te plaatsen. Je kan ervoor kiezen om een andere koepel te plaatsen, andere motor, andere rupsband enzovoort. Wat als resultaat geeft, dan de waarden hier uiteraard ook gaan veranderen. Klik je op het symbooltje hier vooraan, dan gaat hij automatisch de elite configuratie laden, dus alle beste stukken op de tank steken. Je kan er ook voor kiezen om de munitie aan te passen. Dat is handig om dan te weten. Als je naar de specificaties gaat kijken van de vuurkracht, welke munitie het beste is, wat de munitie eigenlijk aan kan of kan aanrichten aan een vijandelijke tank. Je kan ook al de equipment erop plaatsen en dan gaan de waarden hier ook allemaal veranderen. En je kan zelfs de drivers, allee, de bemanning van de tank, allemaal hun skills toekennen. En dat zal ook resulteren in andere waarden hier op dit scherm. Dus het meest interessante is eigenlijk de zwakke plekken van de tank leren kennen via dit programma. Zo kan je elke tank bestuderen. Een andere tank kiezen doe je hier rechtsboven. Dan ga je de tech tree gaan openen, net zoals in het spel. Kan je kiezen welk land dat je wil nemen, welke natie. We gaan bijvoorbeeld eens kijken naar Japan en we nemen de OI. Je klikt deze aan en hij gaat automatisch hier aanpassen naar de OI. Als je met het muiswieltje van de muis scrolt, kan je in- en uitzoomen. Je kan ook linkermuisknop ingedrukt houden, kan je de tank gaan verdraaien om makkelijker de kleurvlakken te zien en zo de zwakke plekken te ontdekken. Je kan eventueel ook het kanon aanpassen, een andere richting. Dit doe je hier links. Kan je dit verdraaien? Waarom is dit interessant? En als je klikt, zet je hem daarop vast. Waarom is dit interessant? Dat is om te gaan bekijken hoe je een tank het beste raakt en in welke hoek je die best raakt. Want hier onderaan kan je zien de ammo waar je mee gaat vuren, kan je hier aanpassen. Dus de AP, APCR, HE, de heat, kan je aanpassen. En als je dan een vlak op de tank gaat selecteren, dan kan je rechtsonder zien dat de tank nu in een hoek zal geraakt worden van 68 graden. Verplaats je deze, dan gaan de graden veranderen. Dit is eigenlijk een belangrijk stuk, omdat we in de Tank Academy lessen hebben we gesproken over armor angling en sidescraping. Maar vooral de armor angling is optimaal gebruik maken van nee, anders is jouw tank in de optimale hoek plaatsen ten opzichte van het vijandelijke voertuig. Hoe beter die hoek, hoe sterker jouw bepantsering zal worden en hoe minder makkelijk penetreerbaar. Dus ja, meer is er eigenlijk niet aan. Het is heel eenvoudig om mee te werken, het programma.
Persoonlijk vind ik het ook heel interessant. Soms in-game kan je tanks tegenkomen waarvan dat je zegt van allee, ik raak daar nooit niet door, kan die niet penetreren. Wat zijn nu eigenlijk de zwakke plekken van die tank? En op deze manier kan je die gemakkelijk gaan ontdekken. Tank Inspector. Ik raad het programma zeker aan. Zowel voor beginnende, maar ook al voor de gevorderde of de betere spelers blijft het altijd interessant om de zwakke plekken van de tanks nog eens te overlopen of te leren kennen en vooral hier de specificaties op het gemakskin eens te bekijken. Het is veel uitgebreider dan de gegevens die je in-game kan terugvinden. Ik zou zeggen, ga naar de website Tank Inspector en download het programma en speel er zelf een beetje mee.